Eén ding waar wij heel goed bij kunnen helpen is het stukje pre-markt aanbod. Oftewel, wij hebben heel veel woningeigenaren die zeggen, mijn huis staat nog niet te koop, maar wel binnenkort. Of mijn huis staat voor alleen bij goed bod te koop. Maar dat is natuurlijk wel een heel mooi stukje aanbod wat nergens anders te vinden is, waar je wel een interessante woning kan vinden. Hoe koop je succesvol een woning in 2024? En wat zijn de verwachtingen voor de huizenmarkt dit jaar? Dat en meer ga ik vandaag bespreken met onze gast, Maxime Boers. Hij is medeoprichter, eindbaas en CEO bij Huispedia. Maxime, thanks. Hartelijk dank voor je komst. Ja, en top dat je de tijd neemt om met ons over de woningmarkt te spreken. Ja, hartstikke dank voor de uitnodiging. Ja, zeker. Want ik denk dat je een heel mooi verhaal hebt voor onze doelgroep, onze kijkers, maar voor heel veel huizenzoekers in Nederland. Ja. Want om bij die huizenmarkt te blijven. Ik heb begrepen dat Huispedia is ontstaan uit een persoonlijk verhaal, persoonlijke frustratie. Ja. Dat jij een aantal jaar geleden op zoek was naar een eigen woning. Ja. Gekocht en verkocht zonder makelaar. En daar ben je een aantal dingen tegengekomen. En het persoonlijke verhaal heeft uiteindelijk geleid tot Huispedia. Ja, klopt. Precies. Zou je dat verhaal kunnen toelichten? Ja, je hebt het hele verhaal nu al verteld. Maar nee, klopt. Het was denk ik 2016, 2017. Werkte toen de tijd bij KLM. Dus echt totaal niks met vastgoed te maken eigenlijk. Ik ging een huis kopen, ook toen de tijd in Rotterdam. En kwam er eigenlijk achter. Nou, ik deed wat iedereen deed. Dus ik ging naar op dat moment het grootste platform in Nederland. Ik denk dat andere mensen kennen het ook wel als Funda zijn natuurlijk. Ging daar kijken naar een huis en ik liep daar tegen heel veel dingen aan. Ik zie daar een vraagprijs staan. Die vraagprijs, dat zegt eigenlijk helemaal niks. Het verschilde ook heel veel per huis. Is dat eigenlijk wel de echte waarde van het huis? Hoeveel zou ik dan moeten bieden? Hoe werkt dat? Ik heb dat bedrag gehad, daar staat zeker niet op mijn rekening. Dus wat kost me dat per maand? Want ik kreeg maandelijkse salaris. Ja. En eigenlijk 10.000 andere vragen die erbij kwamen kijken. Dus op basis daarvan dacht ik, oké, waarom werkt dit zo? En ik ging ook kijken in het buitenland. Heb je partijen zoals Zillow. Oh ja, ken in ik. Ja. Amerika ja. heb je dat dan bijvoorbeeld. Die geven wel heel veel informatie. Of in Australië heb je bijvoorbeeld Homely. Die ook heel veel informatie geven. Waarom doen we dat dan niet in Nederland? Dus vanuit dat stuk zelf eigenlijk gaan excellen eerst om woningwaardes te gaan voorspellen. Kwam ook toen Ramon tegen. Dat is de andere co-founder van Huispedia. Werkte ook bij KLM. En die was toevallig woningwaardes al aan het voorspellen. Okay, ze hebben dat eigenlijk samen bij elkaar gegooid. En daar is Huispedia ook uit ontstaan. En hoe ging die voorspelling dan voor mijn beeldvorming? Nou ja, initieel was het eigenlijk heel bazaal. Dus gewoon de vraagprijs gedeeld door vierkante meterprijs. Door het aantal vierkante meters is vierkante meterprijs. Ja. Dat was eigenlijk, als je er nu naar zou kijken, echt een shit model. Maar goed, het gaf wel een eerste richting. En later, toen we het echt serieus zijn gaan doen, zijn we echt alle prijzen gaan kijken in Nederland. En daar een machine learning model op losgelaten. Met alle verschillende data erbij. Uit verschillende bronnen ook. Dus toen hebben we het wel echt professioneel aangepakt. Maar mijn eerste huis is wel aangekocht op een soort een beetje half model. En daar ook heel veel van kunnen leren hoe je dan ook hoe dat werkt in de praktijk. En hoe je dan echt een goed woningwaardemodel bouwt. Ja, ja, want je hebt ook toen besloten dus Huispedia te bouwen en op te richten. Ja. Je noemde, refereerde net ook aan een grote broer of aan een collega, Funda. Ja, ja. Kijk, ik heb begrepen dat jullie het grootste onafhankelijke woningplatform van Nederland zijn. Ja. Alleen in de perceptie bij mensen, of bij veel mensen denken toch bij het verkopen of kopen van een woning aan Funda. Klopt. Kun je dat verschil duiden en waar jullie je onderscheiden ten opzichte van hun bijvoorbeeld? Ja, dat klopt ook. Ik denk sinds onze oprichting zijn we ons, wat ik net al vertelde, met name gaan focussen op een stukje informatievoorziening. Dus ervoor zorgen dat je al de juiste data hebt om een huis te kunnen kopen. Dus wat is een huis waard? Wat gebeurt er rondom die woning? Wat gebeurt er in die buurt? Eigenlijk alle additionele informatie geven die de anderen niet geven. En later zijn we eigenlijk pas geturnd echt naar een woningplatform waar je huizen kan kopen en kan verkopen. Dus wat wij eigenlijk spelenderwijs hebben geleerd is dat heel veel woningeigenaren zeiden, hey, leuk die informatie over dit huis, want elk huis in Nederland, alle 8 miljoen staan erop. Die kan ik ook zelf in beheer nemen, maar die wil ik misschien ook wel zelf te koop kunnen zetten. Ja. Sterker nog, we zagen mensen een tekst ook zetten, hey, hij staat nog niet te koop, maar wel binnenkort. Dus we leerden ook eigenlijk spelenderwijs dat je ook een huis open voor een bod of op termijn beschikbaar kan zetten. En zo zijn wij gegroeid naar een woningplatform waar je huizen kan kopen of verkopen. Ja. Sterker nog, je kan daar ook je huis al in de pre-market zetten. Oftewel open voor een bod of op termijn beschikbaar. Maar we op die manier zijn gegroeid naar een woningplatform met en meer informatie en meer aanbod. Want we hebben op die manier ook wel 20% meer aanbod dan onze andere grote collega's.
Ja, ja, dat is ook, je noemde het net al, de informatie. Ik denk dat een van je frustraties was volgens mij dat er weinig transparantie was. Ja, heel weinig transparantie, ja. Ja, en als je bij jullie op het platform komt, is er heel veel data. Ik denk dat de woningmarkt ook meer data gedreven wordt. Ja. En dat is ook bij jullie op het platform te vinden. Ja. Want nu kunnen ook particulieren zelf hun woning te koop zetten. Ja. Of mensen die bijvoorbeeld een woning zoeken, kunnen al kijken van oké, wat is mijn woning waard? Kun je misschien daar iets over vertellen, over het verschil echt daadwerkelijk en hoe data jullie business onderscheidt? Ja, nee, dus wat wij eigenlijk het stukje voor de koper, geven we eigenlijk meerdere extra inzichten. Dus eigenlijk de meest basale vraag, waar het ook bij mij ook mee begon, is: klopt die vraagprijs wel? Ja. Is dit redelijk of niet? Of je kan natuurlijk, je kan alles vragen voor een huis wat je wil in principe. En sterker nog, er zitten soms hele mooie strategieën achter. Lage vraagprijs zorgt voor heel veel bezichtigingen, want dan komt hij natuurlijk in heel veel zoekfilters naar voren. Denk, typisch van die bezichtigingen waar dan 100 andere mensen ziet en het één groot gekkenhuis wordt natuurlijk met bieden. Ja. Kunnen wij je van tevoren al vertellen, dit huis staat laag in de markt, kan mogelijk gewoon een gekkenhuis worden. Of vice versa, dit huis staat hoog in de markt en dat is misschien net een omaatje wat eigenlijk prima zit, wat niet per direct hoeft te verhuizen, maar gewoon een hele mooie hoge prijs vraagt, kijk wat een gek ervoor geeft. Ja, dus dat is typisch een inzicht wat we geven. Of de prijs stiekem is aangepast. Oh ja, ik denk dat heel veel mensen het verhaal wel herkennen van hey, heb je dit huis niet eerder al gezien? Ja, dat huis heb je al eerder gezien. Staat erop als nieuw, maar is niet nieuw. Dus wij laten ook zien, dit huis is al meerdere malen in prijs verlaagd. Dus dat kan je natuurlijk meenemen in het bod wat je wil gaan doen. Dat geeft natuurlijk veel meer informatie ook over de dynamiek rondom dat huis. En uiteindelijk natuurlijk voor hoeveel zijn vergelijkbare huizen verkocht in de buurt. Die data halen we ook uit verschillende bronnen. Dus natuurlijk uit het kadaster, wat iedereen doet. Ja. Maar wij hebben ook verschillende partijen met wie we partnerships hebben. Die bij ons zijn aangesloten, waardoor we veel eerder toegang hebben tot transactiedata. Dus daardoor ook veel betere voorspelling kunnen maken. En we hebben natuurlijk heel veel data omtrent zoekgedrag. Oftewel, wie zoekt naar wat voor soort huizen? Wie gaat bij wat voor soort huizen bezichtigen? Dus inzicht in die populariteit, dan kunnen we dat ook meenemen in de woningwaardevoorspellingen. Ja, ik denk dat dat een duidelijk verschil is ten opzichte van andere collega's die ook een woningplatform hebben. Ja. Maar nu komen jullie wel in het speelveld van data. En daar heb je ook een andere speler, Walter Living, die ook heel erg data gedreven is. Wat is jullie verschil ten opzichte van hun? En gebruiken jullie ook andere bronnen dan dat zij gebruiken? Wij gebruiken zeker andere bronnen. We gebruiken deels denk ik dezelfde bronnen. Ik kan niet in de data van de Walter Living kijken. Dus daar moet je vooral met Steven denken over hebben. Maar wij gebruiken in ieder geval daarvoor het kadaster. En wij gebruiken ook heel veel andere systemen, zoals bijvoorbeeld aangesloten makelaars. Wij hebben heel veel aangesloten makelaars die bij ons dan de transactiedata doorgeven, direct. Dus zo weten wij het eigenlijk ook direct, net zozeer als andere grote makelaarbrancheverenigingen. En ruil voor leads, dus die krijgen dan gratis leads daarvoor terug. Ja. Maar op die manier hebben wij veel eerder toegang tot die woningwaardedata en kunnen daardoor ook veel betere voorspellingen maken, die ook veel meer kloppend zijn met de data van nu. Ja, ja, ja. Anders kan je zomaar een paar maanden natuurlijk achter liggen en kloppen je voorspellingen niet meer. Ja, ja, ja. Als we ons even gaan verplaatsen in bijvoorbeeld een woningzoeker. Want jullie zijn er heel erg voor de mensen die dus een woning willen kopen. Ja. De vraag die ik ook stelde aan het begin is van, hoe kun je succesvol een woning kopen? Stel, we verplaatsen ons in een woningzoeker. Wat zijn op dit moment een beetje de trends die jullie zien als platform? En hoe kan Huispedia daarbij helpen om dat makkelijker te maken? Stel, ik zoek nu een woning. Ik zeg maar wat in Amsterdam of elders. Dan kies je wel de moeilijkste. Natuurlijk met Amsterdam. Ja, en ik ga me dus oriënteren. Hoe kan Huispedia mij helpen? Welke trends zien jullie en hoe kan Huispedia mij helpen om dan slim zo'n woning aan te kopen? Ja, nou ja, de belangrijkste trend natuurlijk die we zien is, er zijn heel weinig huizen. Je leest het overal in de krant. Er moeten meer huizen worden gebouwd. Woningtekort. Nou, dat zie je natuurlijk ook terug in het aanbod. Dus waar je vroeger zag dat er gemiddeld 100.000 tot 150.000 woningen wel te koop konden staan op een bepaald moment, zit je nu meer in de regio's van 50.000 beschikbare woningen in heel Nederland. Oftewel, we hebben gewoon heel weinig huizen die te koop staan. Ja. Nou, één ding waar wij heel goed bij kunnen helpen is het stukje pre-market aanbod. Oftewel, we hebben heel veel woningeigenaren die zeggen, mijn huis staat nog niet te koop, maar wel binnenkort. Of mijn huis staat voor alleen bij goed bod te koop. Oftewel, als ik kijk wat een gek ervoor geeft. Maar dat is natuurlijk wel een heel mooi stukje aanbod wat nergens anders te vinden is, waar je wel een interessante woning kan vinden. Het ding is wel dat vaak huizen zijn waar niet hele mooie afgewerkte foto's op staan. Ja. Dus je zal daar wel iets meer effort in moeten gaan stoppen om even, je moet contact zoeken met die woningeigenaar natuurlijk. Ja, ja, ja. Om meer inzicht erin te krijgen. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke. En wat ik altijd zeg is, met name met zoeken zit je zoekfilters niet te strak. Dus ja. Ik wil precies zoveel kamers en ik wil een gigantische tuin en al je eisen. Ja, je kan beter je zoekfilters dan iets kleiner zetten of iets ruimer zetten dan te krap, zeg maar, in die zin.
Ja, want ik denk dat de kansen ook liggen in misschien woningaanbod wat niet per, ja, per se direct geschikt is voor de wensen die je hebt, maar wat je wel geschikt kan maken met een verbouwing. Precies. Voor kleine renovatie, optisch. Ja. En wat denk ik ook een voordeel is, kijk, particulieren kunnen bij jullie zelf de woning op het platform plaatsen zonder een makelaar. Ja. En ik denk dat dat voor een woningzoeker ook een interessante kans kan zijn. Ja, zeker. Dus je kan als woningzoeker daardoor ook voor de mensen die dat doen en die dat ook aangeven dat ze contact willen, kan je daardoor schakelen met de woningeigenaar. Ja. Dus je ziet het inderdaad, en dat zit met name ook in het stukje pre-market aanbod. Heel veel mensen zeggen open voor een bod of op termijn beschikbaar. Sommigen zeggen doen dat ook wel eens voor te koop. Wat we daar toch wel zien is dat het overgrote deel die het dan probeert te koop te zetten, dan toch wel een beetje zegt van, oh ja, ik loop tegen zoveel dingen aan, ik neem toch liever voor bezichtigingen, papierwerk, et cetera, toch uiteindelijk een verkoopmakelaar aan de hand. Ja. Maar goed, als zoekende kan je daar natuurlijk al ruim van tevoren bij zijn en daarmee ook heel veel concurrentie te slim af zijn. Ja, omdat je gewoon veel sneller erbij bent. Ja. Nou, we hebben net al vastgesteld dat data dat het steeds belangrijker wordt. Ja. En dat ook jullie daar met name op drijven. Wat hebben jullie aan data, of wat kunnen jullie kopers bieden, of mensen die een woning zoeken, bieden aan data, wat hun kan helpen om slimmer een woning te kopen? Wat hebben jullie qua aanbod? Ja, dus wat wij natuurlijk sowieso hebben, wat ik net zei, is we geven altijd weer of de vraagprijs redelijk is of niet. Dat is eigenlijk ook een beetje de core. Dus ofwel, je hebt een huis staat te koop en dan is dit redelijk of niet, is die vraagprijs te hoog of te laag. Daarnaast hebben we Huispedia Plus. Ja. Nou ja, daarmee kunnen we je eigenlijk alle extra inzichten geven die je nodig hebt bij het kopen van een huis, om daarmee, zoals wij dat zeggen, succesvol te slagen. En wat is succesvol slagen? Dat is natuurlijk dat je een huis aankoopt, maar dat je ook een huis aankoopt voor een realistische prijs. Terwijl, als je mij vraagt wat is het winnende bod, en dat is een huis is 6 ton waard, zeg ik, bied gewoon 1 miljoen. Dan heb je hem. Ja. Maar dat vind ik niet een succesvol bod. Want dan heb jij echt een groot probleem. Ten eerste in je financiering als je mond krijgt. Of je bent later gewoon de sjaak omdat je te veel dat je wel huis onder water staat. Dus dat is niet succesvol bieden. Dus wat wij zeggen is dat je een realistisch bod kan neerleggen. Nou, en waar helpen wij dan bij? Door één de informatie te geven dat je weet wat gebeurt nou omtrent die woning. In prijs verlaagd, in prijs verhoogd. Is hij eerder op de markt geweest? Daarnaast vergelijkbaar verkochte woningen. Zodat je een beetje weet wat is dan realistische vierkante meterprijs. Er wordt er onder of over geboden in deze buurt. En uiteindelijk vertaalt dat zich in een realistisch bod. Oftewel, dit is het bod wat wij zouden bieden als Huispedia zijn op basis van data. Met een onderkant en een bovenkant. Oftewel, als je boven dit bedrag gaat bieden, ben je knettergek. Ja. Mag altijd. Dus in die zin geven we gewoon die informatie. Maar in die zin geven we wel een stukje context van, ja, wat is nou realistisch gezien de markt waar je nu in zit? Ja, maar als ik even op de kritische stoel, maar mensen zullen zeggen, ja, maar het is maar data. Klopt. Soms moet er een menselijk oog naar kijken. Stel je wil wat advies, want soms, als ik bijvoorbeeld bij collega's Walter Living een woning intoets en dan denk ik van, ja, die staat op een bepaalde waarde, ik zeg maar 7 ton, terwijl jij denkt van, woningen in die straat gaan voor 8 ton bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Of ik zie ook wel eens kritieken van, ik heb mijn woning op Huispedia bekeken, maar die waarde klopt niet. Nee. Kan ik een adviseur spreken? Of hoe kijken jullie daarnaar? Klopt. Nee, dus dat is ook wat wij ook heel vaak zeggen. Dus wij weten ook heel vaak best wel goed als wij het zelf niet weten. En inderdaad, er zijn heel veel unieke woningen in Nederland waarvoor je dat niet kan zeggen. En daar zeggen we eigenlijk altijd ook, we weten hier niet zeker, schakel hierbij een expert in. En daarvoor hebben we eigenlijk ook dan makelaars vergelijken. Ja. Waarbij je dan een waardebepaling kan krijgen van een lokale makelaar die bij ons is aangesloten. En dan help je met het vergelijken van de twee beste makelaars op basis van jouw voorkeuren. Die passen bij jouw woning. Dus wij kijken inderdaad wat voor segment zit deze specifieke woning. Vraag ook nog, wil jij iemand met veel ervaring? Of wil jij juist iemand die relatief goedkoop is? Nou ja, zo kijken we naar allerlei zaken. En op basis daarvan koppel je dan aan de twee beste makelaars die dan ook lokaal nog een waardebepaling extra kunnen doen. Voor die specifieke huizen inderdaad waar wij het dan niet zo goed weten. Want inderdaad, die zijn er altijd. Ja. En met name buiten het stedelijk gebied zie je dat heel erg. Dus grote percelen, unieke kenmerken van een huis, dan zie je dat wel snel gebeuren. Ja, ik kan me ook voorstellen, want we hebben ook behoorlijk wat agrarische woningen in Nederland. Ja. Stel, en ik weet dat Nederland in transitie is daarmee, en dat er bepaalde agrarische bestemmingen worden herbestemd naar bijvoorbeeld wonen of kantoren. Ja. En stel dat je dat op Huispedia zou intoetsen, dan kom je misschien niet op een realistische waarde op het moment. Maar om dan ook meteen een bruggetje te maken naar mensen die wij begeleiden, beleggers, woningbeleggers. Ja. Hebben jullie ook een propositie voor woningbeleggers? Of hoe kunnen woningbeleggers hun voordeel doen met een platform als Huispedia? Nou, sowieso natuurlijk met Huispedia Plus. Oftewel die inzichten die wij hebben. En die zijn niet alleen voor huizen die te koop staan, maar ook voor huizen die niet te koop staan. Oftewel, als belegger kan je van elk huis met Huispedia Plus in Nederland natuurlijk zien
Wat er is gebeurd qua prijshistorie, transacties, vergelijkbaar verkochte woningen. Je hebt heel snel al, eigenlijk per direct heb je gewoon een beeld. Wat is realistisch voor deze woning? Sterker nog, je zou ook additionele dingen kunnen aanpassen. Dus wat als ik vierkante meters toevoeg? Wat doet dat in de woningwaarde? Ja. Wat als ik energielabel omhoog zet? Een hele belangrijke, zeker in de huidige markt. In een stukje financiering, maar ook in je woningwaarde. Wat doet dat natuurlijk met je woningwaarde als je energielabel omhoog gaat? Ja. Dus dat zijn echt types van die tools om gewoon hele snelle inzichten te krijgen in die woning. Daarnaast natuurlijk kun je als belegger ook heel veel pre-market aanbod vinden op Huispedia om er al vroeg bij te zijn. Dus ja. Hiermee kan je sneller contact leggen dan dat je met iedereen in de grote pool als het huis pas te koop komt, dan pas mee te gaan doen. Ja. Ja, ik kan me voorstellen, want beleggers zitten er minder in vanuit emotie. Die kijken echt... Ja, rationeel. Rationeel natuurlijk naar de cijfers, ja. Ja, en de, vooral de data. Ja. Die zullen misschien zeggen van, ja, maar oké, hoe betrouwbaar is die data bij Huispedia? Ja. In hoeverre kunnen zij rekenen op betrouwbare data? Ja, nou ja, ze kunnen heel goed rekenen op betrouwbare data. We halen het eigenlijk uit de meest betrouwbare bron natuurlijk, Kadaster. En de partijen die zijn aangesloten als makelaar zijnde bij ons, die dan transactiedata met ons delen in ruil voor leads. Dus in die zin weten wij het al sneller dan voordat het in het kadaster staat. Dus hebben wij wel, voor zover je de beste bronnen kan hebben, hebben wij de beste bronnen in Nederland. Ja, ja. Zoals je geen ander weet jij ook dat de Nederlandse markt, ja, het is een uitdagende woningmarkt. Ja. Dat biedt natuurlijk heel veel kansen voor platformen als Huispedia. Wat zie jij als eindbazen CEO van Huispedia als een van de grootste uitdagingen voor de Nederlandse woningmarkt? En hoe heeft Huispedia daar een oplossing voor? Nou ja, ten eerste is natuurlijk realistisch bieden. Nou, dat is denk ik voor de hand liggend dat wij de inzicht geven zodat mensen niet te veel gaan bieden en straks met grote schulden zitten of later in financiële problemen komen. Maar het andere grote stuk is natuurlijk een stukje aanbod. Wat ik al eerder vertelde, in Nederland hebben we gewoon een gigantisch tekort aan woningen. Nou ja, we kunnen natuurlijk informatie geven zodat partijen beter kunnen ontwikkelen in die zin. Dus waar ontwikkel ik wat voor huizen met de data die wij hebben? Dus wij hebben er ook bijvoorbeeld API's voor nieuwbouwpartijen, meer B2B data die we echt verkopen. Dus echt voor projectontwikkelaars is dat. Ja. Voor de belegger natuurlijk kunnen we natuurlijk ook op uitspelen, wat ik net al vertelde. En natuurlijk een stukje aanbod, dus een stukje pre-market. En wat je wel ziet is, dus je wordt niet 's ochtends wakker en denkt, vandaag ga ik mijn huis verkopen. Dat is natuurlijk een gigantisch proces. En wat wij zelf zien in onze data is, als iemand zijn huis op termijn te koop zet of open voor een bod, zit er vaak gemiddeld gezien 8 maanden tussen voordat iemand zijn huis te koop zet. Zo. Dus dat is zelfs een voorspellende factor. Ja. Dus dat doet niet voor iedereen hetzelfde, maar in die zin kan je best wel daar trendherkenning in zien. En wij kunnen natuurlijk ook wel helpen met die stappen wat kleiner maken. Dus zet je huis alvast open voor een bod, op termijn beschikbaar, om dat aanbod al wat meer aan te kunnen jagen en mensen al wat meer te kunnen laten verkennen in dat aanbod ook. Voordat het echt daadwerkelijk te koop staat. Ja, iets wat me dan nu te binnen schiet op die data. Want heb je misschien data over hoeveel mensen, dus bijvoorbeeld hun woning als particulier zijnde bij jullie te koop aanbieden, open voor een bod. Hoeveel transacties komen daardoor tot stand? Heb je daar inzicht in? Nou, ik heb niet de precieze data. Dus dan moeten we echt bij onze wizard Ramon zijn natuurlijk in die zin. Ja, ja, om die analyse te kunnen doen. Wat we wel weten is dat, nou ja, als je dus nu ziet dat er 10% of 20% extra aanbod genereren. En wat we gemiddeld zien is dat 8 maanden later te koop komt. Dus dat wel echt substantieel bijdraagt aan het stukje listings. Ja, En het is natuurlijk ook heel logisch. Het is heel vrijblijvend om je huis gewoon open voor een bod te zetten en kijken wat iemand ervoor, wat een gek ervoor geeft. Ja, wat wel cruciaal dat is, zeker vanuit de verkopende kant, is, ja, hoe beter je listing maakt, oftewel foto's. Foto's is wel eigenlijk al de key. Ja. Als je foto's toevoegt, dan wordt het wel allemaal een stuk makkelijker om je huis om veel geïnteresseerd te krijgen voor je huis. Ja, ja. Maar vanuit de zoekerkant is het dus vooral interessant. Ga reageren op huizen zonder foto's. Ja, ja. Want dan heb je minder concurrentie. Ja, dus, zeker. En ik denk dat het ook voor iemand die zoekt, misschien ook een tip, misschien dat je dat kan onderschrijven. Kijk, het is juist goed om direct met de eigenaar te kunnen onderhandelen. Ja. Vaak met zo'n makelaar ertussen, dat is toch een extra barrière. Nou, een makelaar is eigenlijk in opdracht van de verkoper en die wil de hoogste prijs realiseren. Ja. Terwijl als je direct met de verkoper praat, dan heb je in ieder geval niet een gewiekste onderhandelaar. Ja. En het kan je helpen om juist de gunfactor mee te krijgen. Ja. En wellicht een lager, een lager aankoop mogelijk te maken. Ja, zeker. Dus in die zin is het denk ik ook heel... Maar voor een verkoper kan dat soms ook heel fijn zijn. Dus een eigenaar vindt het soms ook heel fijn om aan iemand te verkopen met wie die gevoel heeft. Ja. In plaats van, dat verschilt natuurlijk per verkoper. Maar zeker als zoekende zijn, dus potentieel koper, is het wel goed om ook met een woningeigenaar te kunnen schakelen. Want dan weet je veel beter, hoe meer informatie, hoe beter. Dus dan weet je precies, oké, waarom wil je verhuizen? Heb je haast of niet? Het zijn natuurlijk allemaal zaken waar, op basis waarvan je je bod kan afstellen.
Ja, ja. Nee, dus wat wij ook vaak zien, is dat mensen gewoon langs gaan bij de deur. Zien huizen ook voor een bot op Huispedia. En die gaan gewoon langs de deur aanbellen en zeggen: hoi, ik zag dat je huis op Huispedia staat. Mag ik eens binnenkomen kijken? Ja. En dat is wel echt typisch het gedrag wat we wel vaker horen en zien. Nou, als we inzoomen op de actualiteit. Ja. Als we kijken naar data, jullie zijn heel erg data gedreven. Ja. De afgelopen 6 maanden, de cijfers van het CBS die ze uit het kadaster halen, is er maand op maand steeds een stijging geweest. Ja. Dus 6 maanden op rij hebben we nu een stijging van 0,6, 0,7, 0,4, kleine stijgingen. Ja. Maar op jaarbasis zal dat zo 6-7% zijn. Dus met andere woorden, het wordt voor woningzoekers zometeen uitdagender om weer een woning te vinden. Ja. En ook als je kijkt naar de rente, de hypotheekrentes zijn weer gedaald of ze zijn aan het dalen. Worden nog lager. Worden nog lager, wat dus weer een effect heeft op het budget van kopers. Ze kunnen meer lenen, meer besteden. Dus de prijzen gaan stijgen. Ja. Dus ik denk dat een platform als Huispedia misschien wel relevanter wordt om op data te sturen en misschien niet te veel te overbieden als jullie dus objectieve data hebben. Kun je daar wat over vertellen? Nou ja, dat doet een beetje denken natuurlijk aan tijden van 2-3 jaar geleden. Het werd natuurlijk één groot gekkenhuis. Iedereen ging massaal overbieden. Er gingen de geksverhalen rond. Ja, als je een vraagprijs hebt, minimaal 15% overbieden, anders heb je hem niet. Terwijl dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Dus je zou daar op basis van data gewoon hele rationele besluiten op kunnen maken. Van ja, wat is het huis waard? Hoeveel moet ik bieden? Klopt deze vraagprijs eigenlijk wel? En ik denk, wij als Huispedia zijn, dan kunnen heel erg juist, en met name ook de periode die nu weer gaat komen, heel erg helpen bij, in ieder geval ervoor zorgen dat je weet wat is realistisch, zodat je niet helemaal je hoofd verliest. Het aankopen van een huis blijft natuurlijk altijd emotioneel. Ja. Dat verlies je nooit. Maar dat je in ieder geval wel een rationeel besluit op basis of rationele informatie kan meenemen in je besluit. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat daar gaat Huispedia denk ik wel een grote rol ook in spelen. En als we misschien nog even terugkomen op die data van net over de woningmarkt. Ik schetste een beeld van 6 maanden als zijn het minimale stijgingen. Zie jij daar al iets van terug, ook bijvoorbeeld in het aanbod bij jou? Of kun je bijvoorbeeld bepaalde overbiedingen zien of dat het nog krapper wordt? Wat zie jij ervan? Nou, dat verschilt natuurlijk heel erg per regio. Dus dat is eigenlijk ook dit soort trends natuurlijk. Ja, in Nederland zien we dit. Maar je ziet per regio gigantisch grote verschillen. Sterker nog, het kan per wijk heel erg verschillen. Dus die cijfers weet ik natuurlijk ook niet uit mijn hoofd. Ja. Dat is ook waarom we gelukkig Huispedia hebben om dat soort dingen op huisniveau te kunnen zien. Maar je ziet inderdaad wel weer, ook bij ons op platform, wel de woningwaarde stijgen. Ja. Bij het overgrote deel. Niet alle plekken. Dus dat krijgen we soms ook als een klant. Zegt iemand, de woningwaarde stijgen, zo bij mij niet. Ja. Ja, dat is toevallig omdat jij net ergens op een plek woont waar dat wel wat minder is. Dus zijn er vanuit jouw positie al wel bijvoorbeeld bepaalde regio's aan te wijzen van daar liggen de grootste kansen voor een woningzoeker, als zijnde van dat je nog relatief... Nou ja, buiten de grote steden natuurlijk, dus de randgemeentes, al zie je het daar ook wel stijgen. De grote steden blijven natuurlijk altijd trekken en daar eigenlijk zie ik het altijd een beetje als een golfbeweging. Dus eigenlijk wat je ziet is eigenlijk dat de verschillen het groot zijn. Dus in de stad blijft het altijd heel erg duur. Ja. Stijgt het sowieso redelijk steady door. Waar je eigenlijk de buitengemeentes juist wat grotere pieken en wat grotere dalen ziet. Dus bij de randgemeentes. En juist zitten we nu nog in een soort dalletje. We zijn er alweer aan het uitklimmen. Ja. Maar zie je daar nog wel de grootste opportunities in die zin. Verduurzaming. Dat is natuurlijk een hot topic in Nederland. Sowieso wereldwijd. Wat ik heb begrepen is dat, dat zie ik natuurlijk ook in de praktijk. Als jij bijvoorbeeld je woning verduurzaamt, is die meer in trek bij eindgebruikers. Ja. Maar ook met financiering zie je dat je een woning makkelijker gefinancierd krijgt als je gaat verduurzamen. Ja. Hoe belangrijk is verduurzaming voor een platform als Huispedia? En wat zien jullie in jullie praktijk daarover? Kijk, verduurzamen is een grote voorspeller. Of is een van de belangrijkste variabelen natuurlijk ook in je woningwaarde. Dus een verduurzamen kan ervoor zorgen dat je huis, of zorgt gewoon voor dat je huis substantieel meer waard wordt. Ja. Nou, zoals je net al zei, je kan natuurlijk ook meer lenen met een energielabel. Dus huizen kopen met een relatief slecht energielabel en die verduurzamen, is gewoon goed voor de portemonnee. Ja, en een kans. En gewoon echt een grote kans. En dat zie je bijvoorbeeld ook wel voor starters. Voor starters is het bijvoorbeeld best wel moeilijk nu om een huis te krijgen. En dan zeggen wij juist, ga als starter juist die wel moeilijkere huizen zoeken. Want daar kan je gewoon meer verdienen. Dus simpelweg, je hebt minder concurrentie, een slechte energielabel. En je kan er meer uithalen als je hem verduurzaamt vervolgens in een stukje extra waarde wat je daarmee creëert. Ja, en ik denk dat er ook een perceptie leeft bij heel veel mensen dat verduurzamen moeilijk is en dat het heel kostbaar is. Terwijl ik in de praktijk zie dat het eigenlijk wel meevalt. Ja, klopt. Het zijn uiteindelijk gewoon een paar slimme dingen die je moet doen in je huis. En met name als je er nog niet woont, die je dan heel makkelijk kan doen. Ja. Dan als je er woont, wordt het altijd al wel een stukje lastiger. Klopt. Dus het is juist het moment ook voordat je gaat verhuizen om je huis te verduurzamen. En je bank wil dat dus ook echt financieren. Ja. Dus je krijgt echt meer financiering ook om dat voor elkaar te krijgen. Ja, nee eens. Nou, zoals je net aangaf, is Huispedia bezig dus met het uitrollen van Huispedia Plus. En natuurlijk toekomstbestendig maken. De
particuliere huizenzoekers zoveel mogelijk ondersteunen bij het kopen van een woning. Ja. Wat zijn de toekomstplannen voor het platform Huispedia? Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel plannen. Huispedia Plus, uitbreiden. Dus ik heel veel natuurlijk over verteld, maar dat is natuurlijk nooit klaar. Dus we willen dat natuurlijk constant verbeteren om dat product een stuk beter te maken, aansluitend bij de behoeftes. En eigenlijk alles met als doel gewoon om de woningmarkt een stukje eerlijker te maken. Met de inzichten die we natuurlijk gaan verbeteren. Zorgen dat je beter inzicht krijgt in wat het pre-market aanbod is en wat het aanbod is. En ook ervoor zorgen dat makelaars die eerlijk handelen en die echt een goede rol hebben binnen de woningmarkt en die ook bij het Huispedia-platform goed te betrekken. Dus alles natuurlijk uiteindelijk wel met het doel om de woningmarkt gewoon eerlijker te maken de komende tijd. Nou, dat is een mooi streven natuurlijk. Ik, vanuit mijn rol, toen ik de woningmarkt betrad, zag ik ook dat heel veel dingen niet transparant waren. Ik denk dat er nu heel veel transparantie is met de komst van bijvoorbeeld Huispedia, maar bijvoorbeeld andere platforms die ook data aanleveren, waarbij je eigenlijk een soort van geïnformeerde consument wordt als het ware. Dus ik juich het alleen maar toe. Ja. Ja, Maxime, dank voor je komst. Dank voor je komst naar ons kantoor. Ik wil je hartelijk danken voor je inzichten en dat je je toekomstplannen hebt gedeeld met Real Estate Masterclass. Tuurlijk, thanks. En we zien je graag nog een keer eventueel over een jaar om te kijken of die plannen zijn uitgekomen. Ja, nou, dat sowieso. Dus dat komt helemaal goed. Oké, dank. Voor nu wil ik jullie hartelijk danken voor het kijken en luisteren naar deze podcast. Wil je meer zien van de Real Estate Masterclass? Volg ons dan op alle social media kanalen. En ik zie je graag bij de volgende video.